Hey Stier, leuk dat je kijkt naar een video van Passion for Tarot. Dit is de video voor de maand april. Ga eens kijken welke berichten ik aan jou mag doorgeven. Haal eruit wat jij eruit kan halen, laat de rest voor de rest. Ga niet specifiek op een onderwerp leggen. Ga eerst alle kaarten nemen en daarna ga ik ze verklaren. Als het schudden te lang duurt, spoel gerust een stukje verder. Kijk voor de geschreven lezing ook eens op de Facebookpagina. En alles vind je hieronder in de beschrijving. Momenteel ben ik niet beschikbaar voor persoonlijke readingen. En voor nu gaan we gewoon lekker starten. Voor de stier in de maand. Stier, ik voel een rust over mij heen komen. Fijn, vind ik fijn. Dat betekent dat het goed gaat. We gaan het zien. Spirit, stier. Stier in de maand april. Nice, there we go. Koningin van Kelka. Ja, ja, wauw, wauw. Staaf 3. Haas van Munten. Op de kop, de toren op de kop. Kelketing, excuus. Ah, heeft het met financiën te maken. Ja, ik snap. Koning van Zwaarden. Koningin van Stava en de maankaart op de kop. En de munten 3. Onder op het dek. Zwaarden 10. Koningin van Zwaarden. En de kaart. Oké. Heel blij ben jij. Stier in de maand april. Zo. Chemie. Doe maar moeite. Ik hoor een bericht doorkomen. Ach, ik moet ook altijd alles zelf doen. Ik weet niet wie dit is geweest, maar iemand, dit is iemand die zegt, oh, ik moet ook altijd alles zelf doen. Eens kijken. Goed, het allereerste wat ik hier zie is... De spirit vraagt jou om je over te geven. Over te geven, laat controle los, stier. En hoe lastig dat soms ook is. Ik heb het idee dat je wacht op iets wat niet... Wat gewoon niet vooruit gaat komen. Je wacht op iets of op iemand. Waarvan je denkt dat deze persoon jouw happiness is. Maar jouw geluk, jouw voldoening komt vanuit jezelf. Pas wanneer dat je je daaraan overgeeft, komt deze persoon binnen. Er is hier te veel, er is hier te veel twijfel, er is hier te veel... Je zit veel te veel voor mijn gevoel in je hoofd. En misschien heb je te maken met een luchtteken... tweeling, weegschaal, waterman. Maar er is iets gebeurd met de torenkaart hier op de kop, wat een behoorlijke impact heeft gehad op je thuissituatie, je emoties, je wil om bepaalde dingen te doen. En ik heb het idee dat je nog een klein beetje vasthangt
Dit is misschien met slechts nog een paar draadjes. Aan de overtuigingen die je mag gaan loslaten. En de zwaarde 10 op de kop hier zegt: het is genoeg geweest met het overdenken. Het is genoeg geweest met stressen. Het is genoeg geweest dat je zelf altijd alles maar zelf maar alleen moet doen. Want er is voor mijn gevoel is er een persoon. Ik vraag me af, want ik krijg hier meerdere scenario's van. Voor even rustig. De eerste scenario die ik hiervan zie is: er is een gemiste kans op met een persoon waarmee jij wilde samenwerken, maar deze persoon wilde niet met jou samenwerken. Daardoor hang je vast in een emotie waar je nog steeds in een wachtende positie staat. Je nog steeds het idee hebt dat deze persoon gaat komen, maar deze persoon gaat niet komen. En daardoor blokkeer je jezelf, blokkeer je je geluk, blokkeer je je... je welvaart, blokkeer je kansen, blokkeer je eigenlijk alles wat je heel erg graag wilt. En misschien omdat je een doel mist in je leven. Dat je alleen maar dezelfde cirkels aan het lopen bent. Iedere keer alleen maar dezelfde dingen aan het doen bent. Mis je misschien wat positiviteit. Wat fijner gevoelen, hogere frequenties. Wat ik wel ook van deze rij merk is: dit kan ook werkgerelateerd zijn. Misschien wacht je op een aanbod van je baas. Misschien wacht je op een hoger salaris. En krijg je heel erg negatieve gevoelens, geblokkeerde gevoelens, omdat je het niet wil overgeven aan jou, aan het universum. Je mist voor mijn gevoel op dit moment de magie om dingen te creëren. Maar er is een kans tot wederkeer. Er is een kans om dingen te kunnen veranderen. Think about it. Denk eens goed na, want hier ligt de koningin. Dus er is hier een partnerschap. Er is hier een partnerschap op het moment dat je durft uit je hoofd te komen en te gaan voelen met je hart. Jezelf over te geven aan het universum. Jij hebt geen controle over wat andere mensen willen. En ja, het is misschien inderdaad je counterpart, de persoon... Je partner, hoe noem je dit? Je life partner, je soulmate, degene met wie je behoort te zijn. En je voelt de aantrekkingskracht. Maar het komt niet van de grond. Er gebeurt niks, er verandert niks. Maar kijk dan eerst eens diep in jezelf. Waarom verandert er niks? Waarom blijf ik tot stilstand staan? Waarom blijf ik wachten totdat mijn schepen binnenkomen? Waarom heb ik het idee dat het een gemiste kans is? Waarom lukt het niet? Waarom is dit zaadje wat ik hier geplant heb niet aan het uitkomen? Omdat je niet loslaat. Er is zo weinig vertrouwen. De keizer hier is een persoon die... Ja, misschien wacht je op een ramp, dat kan. Maar de keizer doet niks. De keizer weet hoe hij of zij dit spel moet spelen. Hij kent de wetten van het universum. Hij kent de wetten van de aarde. Hij kent de wetten. Deze persoon weet precies wanneer dat hij of zij moet opstaan en zijn kans moet grijpen.
En zolang als dat... Dat er geen openheid komt, zolang als dat er geen flexibele vibratie komt, flexibele lijnen komen, gaat er niks veranderen. Kom tot jezelf, zegt het universum. Dan komt de romantiek vanzelf. Dan komt dat aanbod vanzelf. Ga, laat die oude emoties los. Je hoeft nu geen definitieve keuzes te maken. Heel je hart. Zodat je verder kan. Zodat er positiviteit op je pad kan komen. Tja. Het is allemaal hoe je het bekijkt. Chemie. Hier is sprake van een sterke magnetische aantrekkingskracht. En ja, die is er ook. En ja, voor mijn gevoel is dit ook een persoon... Als jij al in de relatie bent en je bent misschien in separatie geweest, komt deze persoon ook voor mijn gevoel echt wel weer terug. En komt de samenwerking ook wel weer. Als jij nu single bent en je wacht op een persoon, heb ik ook het idee dat deze persoon wel weer aanklopt. Alleen omdat jij niet gelukkig kan zijn van jezelf, je jezelf afhankelijk houdt. Dit is het woord wat ik zocht, spirit, thank you. Je houdt jezelf afhankelijk van een bepaald persoon, van een bepaalde baan, van een bepaald iets in je leven. Ik moet eerst dit en dit en dit. Ik moet eerst dit. Ik moet pas en daarna pas kan ik relaxen. Daarna pas kan ik me overgeven. Dat zo werkt het niet in het universum. Jullie voelen allebei hetzelfde voor elkaar. Doe er moeite voor. Diepe liefde is het waard dat je de nodige stappen neemt. Dus laat controle los. Ware liefde. Dit is de romance van je leven. Voor de persoon ben jij ook de ware liefde. Vieren. Doe je haar los en ga feesten. Het is tijd om uit te gaan, te dansen en te spelen. Misschien krijg je wel een uitnodiging. Deze kaart vertelt jou eigenlijk, wees niet zo starrig. Ga met vrienden weg, ga iets leuks doen. Zorg voor een hogere vibratie. Want die kelke 10 hier op de kop, dit is gewoon... Dat is zonde. Ik vind het zoveel verspeelde energie door negatieve gevoelens te hebben. Angstige gevoelens te hebben. De blokkade op groei omdat je niet gelukkig bent met jezelf. Niet geluk, het geluk van je kan vinden. Blablabla. Omdat je niet het geluk kunt vinden in jezelf. Omdat je niet dankbaar bent voor alle kleine dingen die je hebt. Omdat je jezelf niet, misschien zelfs niet onder ogen durft te komen. Of misschien zijn er wel verantwoordelijkheden. Waar je niet naar kijkt. Tja. Dan niet, zegt het universum. Dan wachten we gewoon nog even. En dan kan je wachten tot je een ons weegt. Eerst bepaalde dingen oplossen. Daarna. Eerst zorgen dat er een schone lijn is. Pas daarna kan je weer een nieuw verhaal beginnen. Wens verstandig. Wens verstandig als je je liefste wensen in vervulling wilt zien gaan. En wees praktisch als je je dromen wilt realiseren. Zuiverheid. Vertrouw altijd op de zuiverheid van je hart. Kijk in je hart en ontdek van binnen het antwoord op je vraag. Je weet allemaal al wat er gaat gebeuren. En je weet ook donders goed waaraan je aan mag gaan werken, stier. Je weet het allemaal al. Maar waarom verlies je jezelf in een situatie waar je geen controle over hebt? Stop daarmee. Die angst. Dit is een kaart die vertelt dat je naar je schaduwzijde mag kijken. Dit is een kaart die vertelt dat er geen licht bestaat zonder de duisternis. Deze kaart zegt, als je niet luistert, verdrink je in je eigen emoties. Geef jezelf over.
Geef jezelf over. Blijf vooruit gaan. Blijf bewegen. Je moet blijven bewegen. Want anders kom je niet vooruit. Even kijken. Geliefd. Bereid je voor op je levenspartner. De romantiek keert terug in je relatie. Geloof dat je liefde waard bent. Ja. Like I said, dit is je bevestiging. Mogelijkheid. Leg je lat wat hoger. Verwacht meer, want je hebt onbeperkte mogelijkheden. Ja, en misschien... Misschien is er een mogelijkheid die jou ontsnapt is. Of die aan jou voorbij is gegaan. Waarvan je die je eigenlijk gemist hebt. Heb je het van het universum iets aangeboden gekregen. Misschien een andere baan. Of een mogelijkheid om eens wat dieper in jezelf te kijken. Heb je misschien al berichten gekregen. Maar... Doordat je gefocust bent op misschien de liefde, heb je kansen gemist. En die kansen waren nodig om vooruit te komen. Om weer die happiness te voelen, om weer die harmonie te krijgen. Doelgerichtheid. Wees duidelijk en doortastend. Concentreer je op wat je echt wilt. Durf vragen te stellen aan het universum. Deze kaart zegt... Zet je intenties. Spreek uit wat je wil. Dit is wat ik wil. Het goal blijft hetzelfde. De weg daar naartoe interesseert me niet. Daar laat ik me op leiden. Ik ga daarheen. Daar is mijn goal. Dat is wat ik wil bereiken. En nu geef ik me over. Ik geef me over aan het universum, aan mijn gidsen, aan mijn engelen, om het te begeleiden op mijn pad. Vraag. Stel vragen aan het universum. Stel vragen aan jouw gidsen. Spirit, leid mij de juiste weg naar mijn wens. Wens verstandig. Onthoud wat je wenst is wat je krijgt. Maar in de tussentijd zul je wel goddelijke moeten luisteren naar je goddelijke leiding. Er is zoveel mogelijk. En de stier die hier ligt, je hebt zoveel mooie dingen die op je pad willen komen. Je hebt zoveel dingen die je gelukkig maken. Waarom? Ik vraag me af, waarom tel je je zegeningen niet? Wees dankbaar voor ieder klein dingetje in je leven. Wees dankbaar dat je iedere dag eten hebt. Wees dankbaar dat je iedere dag wakker mag worden. Wees dankbaar dat je een dak boven je hoofd hebt. Wees dankbaar dat je, weet ik veel wat. Ik weet het niet. Wees dankbaar voor alle kleine dingetjes. Want dat, dankbaarheid is echt, dat wordt zo beloond. Dat wordt echt zo beloond. Goed, ik ga het hierbij laten. Ik wens je alle liefde en ik wens je alle licht, alle zuiverheid. Voor nu, tot de volgende. Oh ja, vergeet niet te kijken op de Facebookpagina voor de geschreven lezing. Misschien haal je er nog wat uit. En voor nu, tot de volgende video. Doei!